Yo, Nintendo fans! Het is weer tijd om een mooi doosje uit te gaan pakken. En dit is niet zomaar een doosje. In deze doos zit namelijk iets wat je niet vaak tegenkomt. Ben je benieuwd? Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Hoppakee. Kijk eens aan. Ja, dat ging niet helemaal goed, maar kijk eens wat een mooie playmat hierin zit. Dit zijn van die matten waar je je kaarten oplegt als je de game gaat spelen. Of je gebruikt hem als muismat. En dus als nieuwe achtergrond voor deze video's. Maar die mat is niet het enige wat in deze doos zit. Nee, we hebben natuurlijk ook een heel mooie Radiant Eevee kaart. Oftewel de Shiny Eevee. Ja, ik vind Shiny Eevee superleuk. En ik vind dit ook echt wel een mooi kaartje. En kijk, ze doen er ook nog gelijk even een pin bij in dit vette doosje. Maar waar het echt om gaat zijn natuurlijk deze 8 pakjes bij Pokémon Go kaarten. Eens kijken of we nu wel die geheime Ditto kaart kunnen vinden. Ik vind de Pokémon Go set echt super leuk, omdat er in elk pakje ook wel een holo rare kaart zit, minimaal. Nou, we beginnen vandaag met Xatu en een rare candy. Dan hebben we hier Slowbro, die een beetje eenzaam is hier op het steigertje. Arme Slowbro, waar sta je naar te kijken? Sta je te kijken naar deze Wimpod? Of naar deze gezellige Pikachu die met zijn buddy aan het lopen is, met zijn trainer Squirtle kaartje? Een Bidoof. En Bidoofs kunnen dus die Ditto kaarten zijn, maar deze Bidoof is dat niet. Dan hebben we Melton, Reverse Candela. En als laatst, wat hebben we als eerste mooie kaartje dan in deze video? Een Venusaur. Hé, maar volgens mij moest ik de Venusaur nog hebben. Of moest ik de Radiant Venusaur nog hebben? Of moest ik ze allebei nog hebben? Ik weet het niet, maar ik ben in ieder geval best wel blij met deze Venusaur. Helemaal prima, joh. Helemaal prima. Ik verwacht nog wel wat Radiant kaartjes in deze video. Dus we gaan het tweede pakje bewonderen. Kijken wat daarin zit. We beginnen met Spark, de trainer van het gele team natuurlijk. Dan een Chansey, een Steelixie, Pikachu. Dan opnieuw Squirtle, die hadden we net ook. Melton hadden we net ook. Bidoof hadden we net ook. Het is weer niet de Ditto kaart. Volgens mij moet die dan ook op de plek zitten van een van de speciale kaarten. Dus aan het einde of bij de reverses. Kijken wat daar dan zit. En eerst nog een Magikarp. En op de plek van de reverse zit, nou ja, een Pikachu reverse. En als laatste hebben we hier Lapras. Ja, Lapras die hadden we wel een paar keer gepoeld in de vorige Pokémon Go pakjes kaarten. Video dinges. Wat een lang woord is dat. Pokémon Go kaartenpakjes video. Top. Kijken of pakje nummer 3 geluk brengt. Ja, meestal komen de goede pools aan het einde van mijn video's. Dus ik ben heel benieuwd welke kant we op gaan. We hebben weer Spark. Waterdal. Dan hebben we hier Charmander. Een Eevee. Een Natu. Een Ambipon. Dan de volgende kaart is een Raticate. De reverse is nu een Bulbasaurtje. En als laatste hebben we weer Lapras. Oké, snel door naar de volgende. Nou, niet nog een keer een Lapras alsjeblieft. We hebben hier een Rare Candy. Camerupt. Ik wist niet eens meer dat hij in deze serie zat. Een Egg Incubator. Even mijn microfoon recht doen. Kunnen jullie mij goed verstaan? Echt een pro-YouTuber hier, jongen. Tranquil. Een Larvitar met een lekkere berry. Natu. Een Ambipom, een Slowpoke, Reverse Wartortle. En nu? Hebben we nu een vet kaartje aan het einde? Nee? Niet? Wat is het? Het is een Blissey. Die hadden we ook al, Blissey. Maar ik denk dat we nu dus de slechte helft hebben gehad. En dat we nu echt met deze 4 pakjes bij de goede helft komen. Ja, en anders heb ik gewoon een mooie playmat erbij. Oké, jongens. Daar gaan we. Ik voel het. Dit wordt hem. Dit wordt hem. We hebben hier een Xatu. Dan hebben we hier Rare Candy. De volgende kaart is een Slowbro. Ja, ja, ik voel het. En ik zie het. Ik zie al dat hier weer wat moois in zit, jongens. Pidoffy. Magikarp. Melton. Eevee, Pikachu, Reverse is Untranquil. En als laatste, wat hebben we? We hebben een mooi kaartje, we hebben een Conkeldurr. Volgens mij hadden we deze precies al. Nah! Oh nee, dat is gelukkig niet waar, want we hadden deze Conkeldurr. En nu hebben we deze Pokémon soort van compleet, of is er ook nog een secret rare van deze Pokémon? Ja, vast wel. Nou, lekker, toch een nieuw kaartje. Ah, zie je wel, we zijn aan de goede helft begonnen. En daarom krijgen jullie een codekaart. Let's go, hopen op nog meer goede pools. Dan beginnen we hier met een Steelix. En nu een Ariados, een Spark trainerkaart. Weer Bidoof, ja, Bidoof is genoeg in ieder geval. Meltens ook genoeg, Squirtles op zich ook, die krijgen we ook best vaak. Pikachu ook, die krijgen we ook. Wim
gesimpeld. De reverse en Zenzato. En als laatste hebben we nu... Ja, Charizard kaart. Deze Charizard kaart hadden we natuurlijk al. En is niet super zeldzaam. Maar hey, het is altijd leuk om Charizard kaarten te poelen, toch? Je kan niet genoeg Charizard kaarten hebben. Er is vast wel iemand die een Charizard kaart met jou wil ruilen. Als je een dubbele Charizard kaart hebt. En zeg nou zelf, hij is wel cool. Lijkt wel alsof hij door New York aan het vliegen is of zo. Hoe meer Charizard, hoe beter. Nog twee pakjes. Een Fire Energy, dat moet wel goed zijn, toch? Een Pheasant. Rare Candy. Lunatone. Melton. Een Apom. Een Magikarp. Bidoofius opnieuw weer van de partij. Zo'n beetje in elk pakje. Slowpoke. Golisopod Reverse. En als laatste een Gyarados. Deze hebben jullie ook al een keer gezien in een video van mij. Ik vind het wel een beetje een apart kaartje. Omdat je amper Gyarados ziet. Ja, hij komt zo omhoog. Maar je ziet zijn ogen niet eens. Je ziet alleen een hele grote mond. Het laatste pakje. En dit wordt het beste pakje. Als jij ook wilt dat dit het beste pakje wordt. Doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Sowieso als je meer van dit soort video's wil. Dan ga ik kijken wat hierin zit. Met een Rare Candy. En een War Turtle. En een Pidoff. Bulbasaurtje. Apom. Een Charmander. Een Melton. Een Reverse Natu. En als laatst, Lapras. Maar ik heb wel een mooie playmat. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Mazzel!